de nieuwe openbaar vervoerknoop in Ede. De openbaar vervoerknoop die bestaat uit een nieuw treinstation, een nieuwe fietsenstallingen, een nieuwe parkeergarage en een nieuw bus- en taxiplein plus alle voorzieningen die daarbij hoort. En hier komen we vanaf dat nieuwe busstation met links de toren en de wachtruimte en rechts de voorzieningen voor de reizigers. En hier staan we voor dat nieuwe station en we kijken terug naar waar we net vandaan gekomen zijn van het busplein en naar de nieuwe PNR-garage die op de achterkant doorschemert. We draaien nu naar het oosten toe en we komen weer onder de perrontunnel die we beginnen in te lopen met aan de linkerhand de tweede wachtruimte. En hier staan we op dat busplein en wel op het gedeelte waar kort geparkeerd kan worden, met zicht op de entree van het station. Hier zien we mensen die vanaf het station richting de parkeergarage lopen of bijvoorbeeld de Reehorst. We lopen nu de perrontunnel in, met links wederom de wachtruimte, rechts en links straks de opgangen naar perron 5. En we wandelen zo door deze hele brede perrontunnel naar het middenperron toe, wat genummerd staat bij 3. En we draaien naar links de trap op en we zien boven de sporenkap. We lopen nu naar boven naar het middenperron en we kijken naar boven naar de grote sporenkap. En we zien recht de trein van de Valleilijn staan. En we staan nu op het zuidelijk zijperron en we kijken richting NK met aan de rechterkant de toren in het beeld. Net buiten dat zijperron aan de zuidzijde daarvan het fietspad. En daar aan de rechterzijde waar deze meneer nu naartoe loopt de ingang van de fietsenstalling. De binnenzijde van de fietsenstalling met ook hier de driehoekige dakramen. Hier het voetgangers- en fietsviaduct de Sieselt, kijkend vanaf NK richting de kazerneterreinen. En als laatste de entree van de perrontunnel vanaf de andere zijde, vanaf de zijde van het Friesenpark.